Goedemorgen. Ik zal mezelf eerst even voorstellen voor degenen die mij nog niet kennen. Mijn naam is Cleopas. Cleopas. Misschien denk je nu, wat is dat voor naam? Lijkt wel een naam uit de tijd van Asterix en Obelix. Nou, precies die tijd. Ik ben een van de discipelen van Jezus. En ik wil je vanmorgen mijn verhaal vertellen. Ik heb namelijk een bijzondere ontmoeting gehad met Jezus. En jullie gaan als gemeente door een prekenserie heen rondom ontmoetingen met Jezus. Nou, mijn ontmoeting met Jezus mag zeker niet missen in dat rijtje. Waar zal ik mijn verhaal eens beginnen? Mijn verhaal begint bij teleurstelling. Een grote teleurstelling. Ik ben een van de discipelen van Jezus van het eerste uur. Ik hoor niet bij de 12. Als Jezus in het hoge noorden was, kon ik er niet altijd bij zijn. Ik woon 2-3 uurtjes lopen van Jeruzalem. Maar als Jezus in Jeruzalem was met zijn discipelen, dan was ik er altijd bij. Ik was dan altijd van de partij. En zo was het ook met Pesach. Zoals elk jaar ging ik naar Jeruzalem. En ik had begrepen dat Jezus en zijn discipelen er ook zouden zijn. Maar het ging zo anders dan ik had verwacht. Het ging ook zo snel allemaal. Het ene moment waren we aan het wachten en het volgende moment werden we ingehaald door de realiteit. En de hoge priesters en de leiders van ons volk, die hebben Jezus overgeleverd. Hij werd gegezeld, hij werd gekruisigd. En toen die begrafenis zo gehaast en toen die bizarre Sabbat, we waren echt ontgoocheld. Verslagen. Ik was in de war. En boven alles was ik enorm teleurgesteld. Teleurgesteld in Jezus. Ik had zo gehoopt dat Hij, Jezus, de Messias was. Ik baalde zo van die stomme Romeinen in ons land. Sorry, Jezus zegt dat we ze moeten liefhebben. En dat doe ik ook en dat probeer ik ook. Maar ik baal gewoon zo dat ze er zijn. En ze zijn er ook alweer zo lang. Ineens waren ze er. En het hele leven stond op de kop. En je kon niet meer doen zoals je het gewend was. En alles ging anders. En ik verlang zo terug naar die tijd hoe het was. Toen we vrij waren. En ik had zo gehoopt dat Jezus er wat aan zou doen. Jezus, hij was er ineens, de Nazarener. Een profeet van God, dat kon iedereen wel zien. Hij deed machtige wonderen. Hij sprak met gezag. Ja, ik had verwacht dat hij alles op zou lossen. En toen ineens stierf hij aan een kruis. Ik snapte er niks meer van. Ik was teleurgesteld. Teleurgesteld in Jezus, teleurgesteld in God. Heb je dat wel eens gehad? Dat je teleurgesteld was in God? Dat het niet ging zoals je had gehoopt? Dat God niet deed wat je had verwacht? Nou, dat had ik. Weet je, wat is teleurstelling? Teleurstelling is hoop die niet is uitgekomen. Teleurstelling is verwachtingen die niet waargemaakt worden. Weet je, en hoop geeft nieuwe kracht. Hoop geeft energie. Teleurstelling zuigt al die energie uit je leven weg. Het is als een soort virus wat alle energie uit je wegzuigt. En het maakt je moe, moedeloos, hopeloos. En Jeruzalem, ik liep weg bij Jeruzalem. Jeruzalem was voor mij een plek van teleurstelling geworden. Herken je dat? Een plek van teleurstelling. Het ging niet zoals gehoopt, het ging niet zoals verwacht. Het heeft je niet gebracht waar je wel naar had uitgekeken. En hoe ga je om met teleurstelling?
Weet je hoe ik omging met teleurstelling? Ik liep weg. Ik haakte af. Ik gaf op. Was het Gods plan dat ik weg zou lopen uit Jeruzalem? Nee. Als ik terugdenk, ik denk dat het de bedoeling was dat ik daar gebleven was. Dat werd mij wel duidelijk in die ontmoeting met Jezus. Achteraf denk ik dat ik te snel ben weggegaan. Dat ik te snel mijn conclusies heb getrokken. Had ik niet even, net als die andere discipelen, kunnen blijven wachten? Achteraf denk ik, ik had ook wel even uit kunnen zoeken hoe dat nou precies zat met die vrouwen en dat lege graf en die engelen. Maar ik was teleurgesteld. En hoe ging ik daarmee om? Ik liep weg, ik vluchtte weg. Ik was zondag al vertrokken. Ik was een van de eerste die afhaakte. Ik schaam me om het te zeggen, maar het is wel zo. Herken je dat? Een plek van teleurstelling. Ik liep dat hele eind terug naar huis. Samen met een maatje van mij. En we spraken over onze teleurstelling. En eigenlijk waren we elkaar ook een beetje de put aan het inpraten. We werden er niet vrolijker van, we werden eigenlijk steeds somberder. En dat is ook, teleurstelling is een virus wat ook gewoon besmettelijk is. Je kunt elkaar de put inpraten. Met woorden van hopeloosheid. En terwijl we daar zo liepen, ik met mijn maatje, weg van Jeruzalem. Toen ineens, daar hadden we een ontmoeting met Jezus. En hij ging met mij in gesprek, hij ging met ons in gesprek. En als ik daaraan terugdenk, dan denk ik, wat deed Jezus dat op een bijzondere manier? Wat deed Jezus dat fantastisch? En ik geloof dat we daar een hoop van kunnen leren, hoe Jezus dat deed. Het eerste wat hij deed, is dat hij gewoon een eindje met ons meeliep. Hij riep niet van, jongens, jullie gaan de verkeerde kant op. Stop, je moet niet daarheen, je moet terug naar Jeruzalem, wat jullie doen is fout. Hij kwam niet met een oordeel, hij kwam gewoon een eindje met ons meelopen. De verkeerde kant op. En ook best wel ver eigenlijk, liep hij met ons mee de verkeerde kant op. Het viel me op dat Jezus ook oprecht geïnteresseerd was in mij. Ja, hij vroeg, hij wilde weten wat er was gebeurd. Hij wilde weten wat ons bezig hield. Hij luisterde oprecht naar ons. Hij vulde niks in van, oh ja, dat zat zo en dat zat zo. Ik weet wel hoe dat zat. Dat heb ik ook meegemaakt. Nee, hij liet mij gewoon vertellen. Wat was het lang geleden dat iemand gewoon is zo lang geïnteresseerd dat ik gewoon mijn verhaal kon doen. Dat was heerlijk. Zo typisch Jezus. Hij zag ook wel dat we somber waren. Hij had echt oog voor ons. Zo typisch Jezus. Precies zoals ik hem kende. Helemaal wie hij is. Als je ergens mee rondloopt, mijn tip, bespreek het met Jezus. Hij is de beste luisteraar die ik ooit heb ontmoet. Ik weet nog dat ik zelf helemaal niet zo vrolijk reageerde. Ja, ik schaam me weer een beetje om het te zeggen, maar ik zei tegen hem, van ja, weet u dat dan niet? Heeft u niet gehoord wat mij is overkomen daar in Jeruzalem? Weet u niet wat daar, hoe kan het nou dat u dat allemaal niet weet en niet gehoord heeft? Ik was een beetje verbaasd. Heel erg verbaasd eigenlijk. Maar ook wel een klein beetje bitter. En als teleurstelling opent snel de deur voor bitterheid. Ik vond dat iedereen moest weten wat mij was overkomen. Hoe kan het nou dat hij dat niet gezien had en niet wist? Het derde wat mij opviel aan hoe Jezus naar mij luisterde, was dat ik alles tegen hem kon zeggen. Moet je even inleven in Jezus, moet je voorstellen. Je hebt geleden, je bent gekruisigd. Je hebt de machten van de zonde en de dood overwonnen. Israël verlost, het koninkrijk breng je op aarde. En dan ben je opgestaan uit de dood. En als eerste, als een van de eerste ga je naar twee van je eigen volgelingen. Ik dus. En wat zeggen die dan tegen je? Ik had er eigenlijk meer van verwacht.
Ik ben eigenlijk een beetje teleurgesteld in Jezus. Achteraf, ik kan niet begrijpen waar Jezus het geduld vandaan haalde. Maar kon gewoon alles tegen hem zeggen, zelfs als ik teleurgesteld was in hem. Ik ontdekte, Jezus kan wel tegen een stootje. Je kunt alles tegen hem zeggen. Zelfs als je teleurgesteld bent in hemzelf. Nou, hij liep een eindje met ons mee. Hij luisterde, geïnteresseerd, vulde niks in, veroordeelde niet. Hij zag ons. En toen opende hij het woord. Hij opende met ons de schriften. Hij ging aan de slag met mijn verwachtingen. Aan de hand van de schriften corrigeerde hij mijn verwachtingen. Hij ging aan de slag met mijn teleurstelling, mijn verwachtingen, mijn hoop. En dat was best confronterend. Hij noemde mij onverstandig. Hij noemde mij traag van hart. Als je met Jezus in gesprek gaat, moet je erop rekenen. Hij confronteert je ook met jezelf. En als je verwachtingen niet kloppen, reken er maar op dat Jezus dat ook tegen je gaat zeggen. Als je teleurgesteld bent, als je ergens mee rondloopt, ga met Jezus in gesprek. Er is geen betere luisteraar als hij. Maar ik heb ontdekt, reken erop dat hij je confronteert met jezelf. Met jouw ongeduld, jouw denkpatronen die niet waar zijn. Jouw verwachtingen die niet kloppen. Jouw zonde. Hij confronteerde mij met mezelf. Had ik helemaal niet verwacht. Ik was vooral nog bezig met wijzen naar anderen. En dat is wat teleurstelling ook doet. Teleurstelling zoekt een zondebok. Teleurstelling maakt dat je wijst naar een ander. En ik wees naar de hoge priesters en naar de leiders. Zei ik ook tegen Jezus. Die hoge priesters en die leiders, die hebben hem overgeleverd. Die hebben hem gekruisigd. De teleurstelling zoekt naar simpele verklaringen. Teleurstelling houdt niet van nuances. Teleurstelling wijst graag daders aan. Dit was natuurlijk niet het hele verhaal. Die hoge priesters en die leiders. Dat was natuurlijk ook gewoon het volk. Mijn volk, waar ik bij hoor. En wij hadden geroepen, kruisigt hem. Mijn volk had geroepen, kruisigt hem. En er was natuurlijk ook Judas, die bij onze groep hoorde. Die speelde ook zijn rol. En er waren de Romeinen. Ja, wij als discipelen, wij hadden Jezus allemaal in de steek gelaten. Zoals ik het zei, alleen maar die hoge priesters en die leiders, dat was natuurlijk ook niet helemaal het hele verhaal. Het is verleidelijk om bij teleurstelling om een schuldige te zoeken. Dan kun je je boosheid ergens op richten. En vooral hoef je niet te kijken naar jezelf. Nou, Jezus confronteerde mij met mezelf, met mijn ongeloof, met mijn verkeerde verwachtingen. En mijn verwachting bij de Messias was overwinning, glorie, halleluja. Ik verwachtte niet lijden. Lijden en Messias kreeg ik niet in één plaatje. Een lijdende Messias paste niet bij mijn verwachting. Dus toen het lijden kwam, werd ik teleurgesteld, moedeloos, hopeloos. Ik haakte af en ik liep weg bij de plek van mijn teleurstelling. Lijden en de Messias pasten bij mij niet in hetzelfde plaatje. Of het lijden moest eruit. En ik kreeg een Messias met glorie, halleluja en overwinning. Of Jezus moest eruit en hij was toch niet de Messias. Ik kreeg die twee niet bij elkaar. En Jezus liet me aan de hand van de schrift te zien. Dit is juist het plaatje. Lijden en de Messias, een lijdende Messias. Cleo, dit is juist het plaatje. Hij gaf zijn leven als losprijs. Zijn dood was middel tot verzoening. Hij werd tot vloek gemaakt, zodat wij vrij werden van de vloek. Hij werd tot zonde gemaakt, zodat wij gerechtigheid voor God werden. Eerst lijden, dan glorie.
Eerst lijden, dan heerlijkheid. Eerst lijden en dan de overwinning. En wanneer je verwachtingen niet kloppen, word je verrast door het lijden, zoals ik. Word je overvallen door het lijden en moeite en pijn en strijd. En raak je teleurgesteld en moedeloos en hopeloos. Haak je af, geef je op, loop je weg. Ik heb mensen zien afhaken op 3 grote terreinen in het leven. Je kunt teleurgesteld raken in God. Hij heeft niet genezen. Hij heeft niet verhoord. Hij heeft niet dat gedaan waar je wel op had gehoopt. Weet je, Jezus volgen bestaat niet alleen uit glorie, halleluja en overwinning. Wel heel veel glorie, halleluja, overwinning. Gelukkig, natuurlijk, maar niet alleen. Jezus volgen is soms ook wachten. Tijden in de woestijn. Momenten van gesnoeid worden. Tijden dat Gods plannen anders zijn dan jouw plannen. Tweede trein waar ik mensen zie afhaken, heb zien afhaken, is het huwelijk. Het is niet geworden wat je ervan verwacht had. Je bent teleurgesteld in je partner. En laat me 1 ding zeggen, er zijn dingen die je mag verwachten van je partner. Laat dat duidelijk zijn. Maar het huwelijk is niet alleen glorie, halleluja en overwinning. Wel heel veel glorie, halleluja. Daarom trouwen we ook. We zijn niet dom, maar niet alleen. Er zijn ook tijden waarin je elkaar niet begrijpt en verstaat. Je gaat je leven delen met iemand die onvolmaakt is. Er zijn tijden waarin die ander niet kan geven wat jij wel graag zou ontvangen, wat jij wel nodig hebt. En zelfs de gemeente kan een plek zijn van teleurstelling. En samen kerk zijn is Jezus volgen samen met allemaal onvolmaakte broers en zussen. Als God en het lijden niet in 1 plaatje passen, moet of het lijden eruit of God moet eruit. Of God moet voldoen aan al je verwachtingen en altijd genezen en al je gebeden verhoren, of je haakt af. Als het huwelijk en moeite niet in 1 plaatje passen, moet of de een eruit of de ander. Of je partner voldoet aan al je verwachtingen, of je loopt weg. Als een gemeente en strijd niet in 1 plaatje passen, moet de een of de ander eruit. Of al je broers en zussen moeten voldoen aan jouw verwachtingen en net zo denken als jij, of je haakt af. Jezus liet mij zien dat het een verkeerde keuze was voor mij om weg te gaan uit Jeruzalem. Een keuze gebaseerd op teleurstelling. Op verkeerde verwachtingen ook. Ik liep weg bij een plek waar zoveel mooie dingen stonden te gebeuren. Die ik allemaal had gemist als Jezus mij niet had teruggehaald. Ik en mijn verwachtingen. Ik en mijn teleurstelling. Nou, ik dacht wel dat ik wist hoe het zat. En dat Jezus die met mij meewandelde, dat ik hem moest uitleggen hoe het allemaal zat. En halverwege dat gesprek werden de rollen omgedraaid. Niet ik, hij was degene die wist hoe het zat. En ik was degene die even bijgepraat moest worden. Nu moet ik je nog iets belangrijks vertellen. Wat ik tot nu toe niet heb genoemd. En dat is, ik herkende Jezus helemaal niet. Ik had helemaal niet door dat het Jezus was die naast me liep. Ik wist het niet. Ik was ziende blind. Meerdere keren had Jezus tegen de discipelen gezegd, ik moet lijden en op de 3e dag zal ik opstaan. Meerdere keren. Vrienden, luister, de 3e dag. Moet je maar even inleven in Jezus. Je staat op uit de dood. Je gaat als
een van de eerste personen waar je naartoe gaat zijn twee van je volgelingen. Ik dus. En wat zeg ik? Wat zei ik tegen Jezus? Hij is gekruisigd. Ja, en weet je, het is nu al, welke dag is het? De tweede? De derde? Het is al de derde dag. Waar had Jezus op dat moment het geduld vandaan? Oh ja, joh. Jongen, de derde dag zeg je? Oh. Ik kan niet geloven dat ik dat gezegd heb. Hoe blind kon ik zijn? Ik heb me achteraf vaak afgevraagd, hè? Hoe kan het nu dat ik Jezus niet herkend heb? Ik denk dat het deels kwam door mijn teleurstelling. Het teleurstelling maakt blind. Teleurstelling maakt blind voor de aanwezigheid van Jezus. Ik verwachtte Jezus ook helemaal niet daar op die weg. Weet je, ik liep daar van Jeruzalem, de Emmaus. Echt waar, de laatste persoon die ik daar verwachtte naast mij aan te treffen, was Jezus. Mijn verstand, mijn hart, mijn ogen, ze stonden er niet voor open dat hij daar zou zijn. Ik verwachtte geen opstanding, ik verwachtte geen wonder meer. En Jezus liep naast me en mijn ogen, mijn verstand, mijn hart wilde het niet geloven. En wat je niet gelooft, dat redeneer je weg met een logische verklaring. Oh, dat is de tuinman vast. Oh, dat is een geest. Oh, dat is een medereiziger. Wat je niet gelooft, redeneer je weg. En je verkeerde verwachtingen maken je blind voor de aanwezigheid van Jezus in je leven. Maar je te kleine verwachtingen maken je ook blind voor datgene wat Jezus kan en wil doen. Voor het wonder en voor de opstanding. Het maakt dat je geen wonder meer verwacht. Het bizarre, als ik erover terugdenk, over dat hele Pesach en over die wandeling. Het bizarre is, toen Jezus stierf, was ik teleurgesteld. Want het paste, het lijden en de Messias paste bij mij niet in één plaatje. Hij voldeed niet aan mijn verwachtingen. Maar toen hij opstond, verwachtte ik ook geen wonder meer. Paste ook niet bij mijn verwachtingen. Toen hij stierf, paste het niet in mijn verwachtingen. Want lijden en de Messias pasten mij niet in één plaatje. Toen hij opstond, paste ook niet bij mijn verwachtingen. Want ik verwachtte toen allang geen wonder meer. Verwacht je nog een wonder op de plek van je teleurstelling? Of is het er daar zo erg aan toe dat zelfs Jezus daar niks kan doen? Ik wil je in gedachten nog even meenemen naar dat lege graf, hè, waar die vrouwen 's ochtends vroeg naartoe gingen. Een leeg graf, is dat slecht nieuws of is dat goed nieuws? Ligt eraan wat je verwachtingen zijn. Als je verwacht dat Jezus dood is, is een leeg graf slecht nieuws. Dan raak je in de war. Als je verwacht dat Jezus leeft, is een leeg graf goed nieuws en het teken van hoop. Ja, als je een wonder verwacht, is een leeg graf een teken van hoop. God is iets aan het doen. Hij gaat dingen tot leven brengen. Zijn opstandingskracht is aan het werk. Ik maak me klaar voor het wonder. Weet je, ik geloofde de vrouwen niet eens. Toen ze vertelden over dat lege graf. Weet je wat ik dacht? Kletspraat. Kletspraat. Ik geloofde ze gewoon niet. Lege graf was voor mij geen goed nieuws. Ik raakte alleen maar in de war. Teleurstelling maakt je blind. Voor de aanwezigheid van Jezus. Teleurstelling maakt je blind voor datgene wat Jezus kan en wil doen in je leven. Blind voor het wonder. Voor tekenen van hoop. Dat God iets aan het doen is. Zijn er nog tekenen? Zijn er op dit moment tekenen van hoop te ontdekken in je leven? Hé, een leeg graf. Daar is God iets aan het doen. Hij is dingen tot leven aan het wekken.
Zijn opstandingskracht is aan het werk. Ik strek me uit naar een wonder. Verwacht je nog een wonder op de plek van je teleurstelling? S'avonds kwamen we aan bij Emmaus. Jezus die wilde verder reizen. Of hij deed net alsof om te kijken hoe wij zouden reageren. Nou, wij nodigden hem uit om samen te eten. Hij nam een brood, sprak de dankzegging uit. Hij brak het, hij gaf het. Toen herkende ik hem, hè? Toen herkende ik hem. Toen zag ik dat Jezus het was. Hoe kan het dat ik Jezus toen wel ineens herkende? Dat was God. God opende mijn ogen. En ik denk dat dat deels kwam doordat Jezus mijn verwachtingen had gecorrigeerd. Heel de weg had hij vanuit de schriften mijn verwachtingen gecorrigeerd. Zodat ze in lijn waren met het woord. Op twee fronten. Aan de ene kant bracht hij lijden en God bij elkaar in één plaatje. En ik begreep ineens de plek van lijden en de plek van het kruis. En lijden en moeite en strijd was voor mij geen reden meer om weg te lopen. Maar hij paste mijn verwachtingen nog aan, ook op een ander gebied. Hij gaf mij weer geloof dat er meer is dan alleen maar het lijden en dat ik me daarbij neer moet leggen. En dat er meer niet is en meer niet komt. Dat het verhaal niet eindigt bij een leeg graf. Dat een leeg graf een teken is van hoop. De Messias zou lijden, maar ook opstaan op de derde dag. En vandaag was de derde dag. Ik kreeg weer verwachting. En het medicijn voor teleurstelling. Geloof en hoop. En toen herkende ik hem. Toen zag ik hem in één keer. Terwijl ik aan het lopen was, ik voelde het ook wel. Hè? Ik wist het, mijn verstand was nog echt. Oh, Jezus liep me 2 passen vooruit en met mijn verstand probeerde ik hem bij te benen in wat hij allemaal aan het vertellen was. Maar mijn hart wist het eigenlijk al. Ik voelde mijn hart gewoon branden in mijn binnenste. En ik weet nu, dat was de geest die mij aan het werk was. Het woord en de geest, zo'n krachtige combinatie. Daardoor gingen mijn ogen open. Het heeft mijn leven veranderd. Het woord wat open gaat, de geest die werkt, het breken van het brood. Wat is dat? Dat is samen kerk zijn. Samen kerk zijn betekent een plek vormen waar we elkaar helpen om Jezus weer te zien. Samen kerk zijn betekent een plek vormen waar we elkaar helpen om een wonder te verwachten en te hopen en te geloven voor een wonder. Ik keerde me om en ik ging terug naar Jeruzalem, naar de plek van mijn teleurstelling. Met nieuwe verwachting, met nieuwe hoop en vol van geloof. En vanuit die hoop en vanuit dat geloof zou ik graag ook samen met jullie bidden. Dus hier in de zaal, thuis, ik wil je vragen om je ogen te sluiten. Heilige Geest, wilt u mij helpen om de juiste woorden te spreken? Op dit moment willen we bidden voor degene die door een moeilijke tijd gaan. Degene in onze gemeente die gaan door teleurstelling, door verdriet, door pijn, door moeite, door ziekte. En Jezus, we bidden dat ze uw aanwezigheid voelbaar, tastbaar, merkbaar, zichtbaar zullen ervaren. We bidden dat u op dit moment naast hen komt lopen. Heilige Geest, we bidden dat u hen vertroost. Dat u uw arm om hun schouders heen slaan. De pijn verzachten. En hun hart vullen met hoop. Heer Jezus, we bidden u voor degene in onze omgeving die we hebben zien opgeven. Die we hebben zien afhaken. Je moet in het bijzonder denken op dit moment aan onze kinderen misschien. Of je kleinkinderen. Heer Jezus,
Misschien zijn wij niet meer degene die hen kunnen bereiken. Misschien zijn wij niet de eerste aangewezen persoon om tegen hen te spreken. Maar we bidden u, wilt u bijzondere ontmoetingen geven op hun weg. Dat ze mensen mogen ontmoeten, zoals u Jezus, die hen weer wijzen op u. Dat ze zich mogen omkeren en weer mogen aanhaken. Wilt u dat wonder doen? We verwachten niets minder dan een wonder. Heer Jezus, geef ons de vrijheid als we teleurgesteld zijn in ons leven. Om op dit moment bij u te zijn en u daarover te vertellen. Dank u wel dat u luistert. En Heilige Geest, als laatste wil ik u bidden of u ieder van ons hier in de zaal, waar je ook bent als je dit kijkt. Heilige Geest, wilt u iemand in onze gedachten brengen, op ons hart leggen, die ons nodig heeft, die ons op dit moment goed zou kunnen gebruiken, die snakt naar woorden van bemoediging, van leven, van hoop en geloof. Wilt u iemand in onze gedachten brengen, voor wie wij er kunnen zijn, die door een moeilijke tijd heen gaat. En Heilige Geest, wilt u ons in beweging zetten? Laat ons niet los. Blijf ons eraan herinneren. Wilt u ons in beweging zetten om woorden van hoop en geloof te spreken? Op wat voor manier dan ook. Een appje, een kaartje, een belletje. Misschien een afspraak voor een wandeling. Wilt u ons creativiteit geven? Ons helpen om aan te sluiten bij wat diegene nodig heeft. Zodat we als gemeente naar elkaar om kunnen zien. En voor elkaar kunnen zijn. En ik geloof dat ik nog een bijzonder beeld heb voor sommigen van ons. Heel deze dienst, ik weet niet of je dat thuis kunt zien, maar heel deze dienst kijken wij op het beamerscherm naar een bijzondere achtergrond. Ik wil het beamerteam vragen als het lukt om hem in beeld te brengen. Heel de dienst kijken we naar een achtergrond van een kruis, maar ook van steen met barsten erin. Weet je, die barsten zijn tekenen van hoop. Dat geloof ik voor jouw leven. Misschien loop je al zo lang om jouw Jericho heen. Al 6 dagen, al 7 dagen. En misschien loop je op de 7e dag al 5 rondjes, al 6 rondjes en je bent moe en je bent moedeloos en je hebt geen hoop meer en je bent teleurgesteld. En je denkt, God, waar ben je? En je staat op het punt om op te geven, om af te haken. Het heeft toch allemaal geen zin meer, die strijd, ik geef het op, ik ga er niet meer voor. En samen met alle broers en zussen van Joost, wij willen we om je heen staan en tegen je zeggen, geef niet op, hou vol, doe nou nog 1 rondje, geef niet op. En je bent niet alleen, want Jozua, voordat ze met het volk om Jericho gingen lopen, had Jozua een bijzondere ontmoeting. Met wie? Met een man, met de hoofdletter M, met getrokken zwaard. En Jozua vroeg, wie bent u? En hij zei, ik ben de bevelhebber van het leger van de Heer. Het was niet alleen het volk wat daar liep om Jericho, u was erbij. Open onze ogen voor dat geheim, dat u bent waar ik ben en waar ik ben. Daar bent u, want dat is uw naam. Ik ben en ik zal er zijn. In uw naam. Amen. En zoals bij Jericho de aanbidders voorop gingen, wil ik het muziekteam weer vragen om naar voren te komen en ons voorop te gaan en de trompetten als het ware te laten schallen. Jericho zal vallen. Jericho zal vallen in Jezus' naam. Amen.